Wethouder Jos de Graaf van Ruimtelijke Ordening in Boxmeer heeft zijn ontslag ingediend bij de gemeenteraad. Er zou hem een gift van €3000 zijn aangeboden tijdens onderhandelingen over het Catharina-klooster in Sambeek. Het klooster zou opgeknapt worden door een groep Chinese investeerders en die zouden de Graaf hebben willen omkopen. De Graaf wees de gift na een paar dagen af, maar verzuimde dat te melden aan het Boxmeerse college. Hij vindt dat hij onvoldoende zorgvuldig is geweest en heeft daarom besloten zijn functie als wethouder neer te leggen. Ja, en in Sambeek, bij het klooster waar het allemaal om te doen is, is verslaggever Albert Bos. Albert, goedemiddag. Dit hele gebeuren speelde eigenlijk al een half jaar geleden. Hè? Waarom is het nu pas boven water gekomen? Nou, simpelweg omdat de wethouder nu pas gechanteerd werd door deze partij. Kijk, je moet je voorstellen, dit speelde een half jaar geleden. Lag toen een envelop met €3000 op zijn bureau. Hij heeft dat wel een paar dagen bij zich gehouden. Hij heeft het wel weer teruggegeven. Maar omdat hij dit nooit heeft gemeld aan de burgemeester en wethouders, ontstond deze chantabele situatie. Dat kan niet en dus moet hij het veld ruimen. Ja, waarom heeft hij eigenlijk zo lang gewacht om dit te melden? Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Hè? Want waarschijnlijk, als hij het gewoon gemeld had, had hij gewoon op zijn post kunnen blijven zitten. We hebben hem zelf nog niet kunnen spreken, dus ik heb hem die vraag ook nog niet kunnen stellen. Dus ik stelde de vraag aan de burgemeester. Ja, dat is ook een van de raadsen waar we mee zitten. En ik denk dat hij er vreselijk mee gezeten heeft dat het gebeurd is. En dan is dat juist een reden om het juist wel te melden. Dan hadden we gelijk kunnen ingrijpen en hem kunnen, ja, alle ellende kunnen besparen. Maar het is niet gebeurd en dat is verdomde jammer. Ja, Albert, je bent daar in Sambeek. Het is waarschijnlijk het gesprek van de dag daar. Hè? Hoe wordt daar gereageerd? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat op straat mensen eigenlijk nog geen weet hebben dat die wethouder is opgestapt. Maar politiek, ja, gaat het natuurlijk, zoemt het rond als een bij, zeg maar. Veel mensen hebben het erover, tenminste qua fractievoorzitters. Ze vinden het jammer, zijn ook enigszins verbaasd. Juist omdat deze wethouder integriteit hoog in het vaandel had staan. Maar veel mensen noemen het ook naïef dat hij eigenlijk dit nooit heeft verteld. Omdat, ja, als hij dit wel verteld had, wat ik net al zeg, had hij gewoon op zijn plek kunnen blijven zitten. Wat de gemeente Boxmeer nu gaat doen, is ze hebben in ieder geval juridische hulp ingewonnen. Want dit muisje krijgt nog wel een staartje omdat corruptie en zeker het aanbieden van smeergeld in ieder geval strafbaar is. Dus die partij die kan in ieder geval een strafrechtelijk onderzoek aan zijn broek krijgen. Oké, we blijven het volgen. Albert Bos in Sambeek, bedankt voor je toelichting.